stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Fee van Impen en samen met mijn echtgenoot Fons Gielis en mijn kinderen Felix en Fiona woon ik in Hoogstraten. En daar ben ik begin dit jaar kersvers schepen van jeugd, onderwijs en samenleving geworden. Wat ik een hele eer vind. En wat ik ook een hele eer vind is dat ik van op plaats 19 voor het Vlaams parlement de kleuren van mijn partij N-VA mag verdedigen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Vanuit een maatschappelijk engagement, een overtuiging, die ik eigenlijk toch al heb sinds dat ik kind was. Ik weet nog, toen ik 10 jaar was, toen was er onder andere ook de abortuskwestie en dergelijke. En ik weet dat ik toen al voor de eerste keer dacht van, goh, dat is toch wel iets moeilijk. En dat ik daar al een mening begon over te formuleren. Later in middelbaar ging dat bijvoorbeeld dan ook over de atoomproeftesten van Chirac. En zo is eigenlijk bij mij wel de overtuiging gegroeid van, als je iets wilt veranderen, dan moet je ook wel je stem laten horen. Vroeger heb ik dat gedaan als beleidsmedewerker, cultuurcoördinator was dat. Maar ik merkte dat ik toch nog iets meer wou. En dan heb ik de stap naar de politiek gezet, waar je toch nog wat meer slagkracht hebt. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb voor de quote gekozen, want kinderen zijn de toekomst en de toekomst is uitdagend. En dat is een slogan die ik toch wel vaak tijdens de campagne heb gebruikt. Want onderwijs is ook wel mijn persoonlijke speerpunt. Dat zowel als moeder, maar natuurlijk ook als schepen van onderwijs in Hoogstraten. Want ik denk, en ook als voormalig leerkracht trouwens, want ik denk dat de lat momenteel toch een beetje laag ligt. En dat is jammer, want we gaan onze kinderen toch echt wel nodig hebben om de toekomst van Vlaanderen verder vorm te geven en mooi te maken. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn voornaamste politieke interesse is onderwijs, want ik denk dat daar de lat wel weer omhoog kan. Uit een bevraging bij studenten van de Hogeschool Odyssee, eerstejaarsstudenten, bleek deze week dat het taalniveau toch wel laag is. En dat is toch wel belangrijk als je een wetenschappelijk onderzoek wil voeren, dat je de abstracte termen kent. Maar ook in tijden van fake news moeten kinderen toch ook wel, en jongeren dus, het verschil kennen tussen een informatieve en een overtuigende tekst. En we zien dat uit verschillende internationale onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld begrijpend lezen toch wel er heel slecht aan toe is. Bovendien, ook als voormalig leerkracht, vind ik dat de leerkrachten bij de hervormingen van de voorbije jaren heel vaak in de kou zijn gelaten en dat het ook wel meer om hen mag gaan, dat we het onderwijs vanuit hun perspectief moeten versterken. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Eigenlijk zijn dat alle vrouwelijke politica. Want ik denk dat vrouwen toch wel een hele weg hebben afgelegd de voorbije decennia. En we mogen dat niet als vanzelfsprekend nemen. Emancipatie, het is een woord dat nog niet zijn einddoel heeft bereikt. En ik denk bijvoorbeeld dan ook wel specifiek aan enkele vrouwelijke boegbeelden van onze partij, zoals Daria Safai. Maar ook Suhal Demir. Dat zijn vrouwen, Yassita Kanko, dat zijn vrouwen die eigenlijk een heel zwaar persoonlijk traject hebben afgelegd om te staan waar ze nu staan. En ik vind dat enorm knap. En ik denk dat wij vrouwen daar allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen, dat wij toch wel ook in de politieke wereld onze weg kunnen vinden en tegelijkertijd ook vrouw kunnen blijven. En ons mannetje dan toch staan. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik ben ervan overtuigd dat er heel wat dingen beter kunnen, maar een van de grootste fouten die in mijn ogen de politiek maakt, is dat men heel vaak vanuit angst handelt. Angst over wat de kiezer zou kunnen denken, of grote bevolkingsgroepen. En ik denk dat dat een heel slechte premisse is om aan politiek te doen. Je moet denk ik eerder vanuit een overtuiging handelen dat het beter kan voor het algemeen goed.
En soms wil dat zeggen dat je vervelende beslissingen moet nemen. Dat is waar. Maar als je de problemen niet eerst benoemt, dan ga je ze ook nooit kunnen aanpakken. En daarom had ik ook een sterk pleidooi voor alle politiekers, ook op lokaal vlak. Probeer gewoon op de lange termijn te denken en voor het algemeen welzijn en niet vanuit angst voor de kiezer. En een ander klein puntje van aandacht is toch ook wel dat ik vind dat er in het parlement heel vaak geschreeuwd wordt, terwijl het debat toch veel serener en ook met een vleugje humor zou kunnen gevoerd worden. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb twee voorwerpen meegebracht die wel met elkaar verbonden zijn. Het eerste is een boek van Bart de Wever, eigenlijk het pamflet over de identiteit van onze partij. Ik lees trouwens heel graag. En dat boek heeft hij gesigneerd en ik vond dat dat toch eigenlijk wel een heel mooie boodschap was. Het is in het Latijn, ik ga het gewoon wel vertalen heel even. Dus de tijd vervliegt onvermijdelijk, maar het is eigenlijk volhardend werk dat alles overwint. En ik denk het woord volharding, dat is toch wel voor mij een rode draad. Want ik denk voor alles in het leven moet je werken. Oké, er zijn wel zondagskinderen die door met de gouden helm zijn geboren en luchtig door het leven kunnen wandelen met succes. Maar meestal moet je er gewoon wel ook voor werken. En dat geldt ook voor een politiek ambt. Ik denk als je daar iets wil betekenen voor de maatschappij, moet je de mouwen kunnen opstropen. En over die volharding gesproken heb ik ook een fietstruitje bij. Want ik fiets heel graag. Ik heb ook zo al de kolletjes gedaan. Dit is trouwens een familiefietstruitje. Dat hebben wij laten maken voor de verjaardag van mijn echtgenoot. En vorig jaar, nog of twee jaar geleden, hebben we met heel de familie de Ronde van Vlaanderen gedaan. Mijn vader werd 50 jaar. En ik en mijn vader hebben nog eens de muur van Gerardsbergen opgeklommen. Zoveel jaren na datum, want toen ik 12 was, heb ik dat de eerste keer met hem beklommen. Vandaar, dat zijn mijn objecten.